Dames en heren, van harte welkom hier in het Vredespaleis voor de presentatie van het rapport Een Wapen in Vredestijd van de Nederlandse UNESCO-commissie. Ernstige natuurbranden, een pandemie, wereldwijde protesten tegen racisme. Het jaar 2020 was tot nu toe een aaneenschakeling van onverwachte gebeurtenissen. En dat leert ons dat crisis niet te regisseren zijn en dat goede voorbereidingen en voorzorgsmaatregelen essentieel zijn voor een adequaat optreden. Dat geldt voor de veiligheid van erfgoed. In tal van crisissituaties in het verleden is aangetoond dat naast mens en dier ook erfgoed bijzonder kwetsbaar is. De impact van het verlies van erfgoed, of het nu gaat om historische binnensteden, iconische gebouwen, waardevolle collecties of anderszins, laat decennia lang zijn sporen na. Wereldwijd en dus ook in Nederland. De bescherming van cultureel erfgoed is van belang voor alle volkeren ter wereld. En het is om die reden belangrijk dat hiervoor internationale richtlijnen zijn vastgesteld. Het Haags Verdrag van 1954 is heden ten dagen nog steeds het enige en het belangrijkste internationale instrument dat volledig gewijd is aan de bescherming van cultureel erfgoed in oorlogstijd en crisis. Dit UNESCO-verdrag en de bijbehorende protocollen kwamen hier in het Vredespaleis tot stand. En daarom ben ik trots en gelukkig juist hier het advies te kunnen presenteren. Ik wil de directeur van de bibliotheek van het Vredespaleis, de heer Jeroen Vervliet, dan ook heel hartelijk bedanken voor deze gelegenheid. De Nederlandse UNESCO-commissie heeft als taak de Nederlandse overheid gevraagd en ongevraagd te adviseren over UNESCO-aangelegenheden. Voor dit advies namen wij zelf het initiatief. Het advies kwam tot stand met de inbreng van een raad van adviseurs, werkzaam voor gemeenten, erfgoedorganisaties, het ministerie van Defensie, veiligheidsregio's. Hun bijdrage was essentieel en ik wil ze daarvoor heel hartelijk bedanken. Ik geef nu het woord aan Melanie Peters, lid van de commissie en voorzitter van de adviesraad. Toen ik lid werd van de Nederlandse UNESCO-commissie, woedde in het Caribisch gebied een orkaan. Mijn mede-commissieleden vertelden me dat mensen in de Cariben het veiligstellen van hun bedreigde erfgoed soms nog belangrijker vonden dan eerste levensbehoeften, zoals voedsel en kleding. In tijden van nood blijkt moraal zo wezenlijk. Dat maakte veel indruk op me. Met de bescherming van erfgoed in oorlogssituaties liep Nederland decennia lang voorop, leidend tot het internationale verdrag, het Haagse Verdrag van 1954, het eerste en tweede protocol. Landen hebben naast een juridische verplichting als verdragspartij bij dit UNESCO-verdrag ook een morele taak om de afspraken zelf na te leven. In de praktijk is Nederland als de aannemer die pas in laatste instantie zijn eigen huis opknapt. De verdragsverplichtingen krijgen in Nederland al jaren geen prioriteit. In de huidige tijd zijn er ook allerlei andere vormen van gewapend conflict. Binnenlandse strijd bijvoorbeeld, terroristische aanslagen en cyberaanvallen. Conflicten kunnen spelen tussen landen en ook intern tussen belangen en bevolkingsgroepen. Ze worden soms op andere plekken uitgevochten dan waar ze zijn ontstaan. Erfgoed is daarbij vaak een bewust doelwit. De Nederlandse UNESCO-commissie heeft onderzocht hoe de bescherming van dit cultureel erfgoed bij gewapend conflict binnen Nederland kan verbeteren. Dat deden we met inbreng van een adviesraad van experts en op basis van literatuurstudie en vele gesprekken met deskundigen uit diverse sectoren. Een belangrijke waarneming en voor mij wat me het meeste bijblijft, is hoeveel positieve energie werd losgemaakt hierdoor. Leden van de adviesraad, allemaal mensen met overvolle agenda's, hebben tijd vrijgemaakt om hun kennis en ervaring te delen met ons.
Experts bij de brandweer en het leger gaven aan dat aandacht voor erfgoed hun werk verrijkt. En ook binnen de erfgoedsector is het enthousiasme groot. De betrokkenheid van mensen bij cultureel erfgoed motiveert hen om gebouwen en collecties te beschermen tegen de voorzienbare gevolgen van gewapend conflict. En het plaatsen van het bekende blauw-witte schildje op de betreffende gevels draagt bij aan het veiligstellen van dit belangwekkende erfgoed. Maar het vereist wel een adequate administratie en regelmatige reflectie. De dreigingen kennen inmiddels een ander karakter. Maar met de komst van de Omgevingswet en de herziening van de regionale risicoprofielen nu, medio 2020, is het juist het moment om de bescherming van cultureel erfgoed mee te nemen in de planvorming. Op die manier brengt Nederland haar eigen taak op orde en kunnen we opnieuw internationaal een voortrekkersrol vervullen. Voldoen aan onze verplichtingen vraagt geen grootschalige investeringen of de inzet van nieuwe spelers. Zo blijkt uit dit advies. Het is uitvoerbaar binnen bestaande structuren en het sluit aan bij de kennis die er al is. Maar om te beginnen is er leiderschap nodig van de minister. Het vereist het actief uitdragen, ook in de praktijk, dat de bescherming van erfgoed in crisissituaties belangrijk is. Organisaties die al een taak hebben rond erfgoed en bestuurders in gemeenten en veiligheidsregio's kunnen op basis daarvan aan de slag. Dit advies maakt eens te meer duidelijk dat mensen worden verbonden door erfgoed. Daarom is het belangrijk dat de achterhaalde lijst die er nu is van te beschermen gebouwen en collecties wordt geactualiseerd. En hoe mooi zou het zijn als burgers daar op lokaal niveau een stem in krijgen, zodat ze zich nog bewuster zijn van hoe erfgoed bijdraagt aan hun identiteit. Op internationaal niveau helpt het Haagse Verdrag via de weg van de diplomatie om conflicten te voorkomen. En dat reikt verder dan alleen cultuur. Het gaat in veel bredere zin over het bevorderen van vrede. Op dat vlak wil Nederland toonaangevend zijn. Onze overheid heeft daarom alle reden om de bescherming van erfgoed tegen gewapend conflict op te pakken. Nederland is een klein land met een open samenleving dat andere landen nodig heeft. We zijn ingericht op contact met de rest van de wereld en we proberen die wereld actief vorm te geven. Laten we in eigen land dan het goede voorbeeld geven. Dankjewel, Melanie. Dan wil ik nu het rapport graag kort toelichten. De Nederlandse UNESCO-commissie signaleert de actieve inzet van Nederland in internationaal verband. Maar een passieve houding vanuit het Rijk als het gaat om de bescherming van cultureel erfgoed in crisissituaties in eigen land. De commissie maakt zich zorgen over het gebrek aan actueel beleid om erfgoed adequaat in crisissituaties te kunnen beschermen. En ze maakt zich zorgen over het gebrek aan kennis en bewustzijn van de internationale afspraken op dit onderwerp. Vorig jaar bestond het tweede protocol bij het verdrag 20 jaar. Dat vormde een aanleiding tot een kritische reflectie op de Nederlandse uitvoering van deze internationale afspraken. Dat heeft ertoe geleid dat de Nederlandse UNESCO-commissie zich heeft gebogen over de vraag of de overheid op dit moment genoeg doet om cultureel erfgoed veilig te stellen tegen de voorzienbare gevolgen van gewapend conflict en crisissituaties in lijn met de gemaakte internationale afspraken. Het advies bevat een juridische analyse, een analyse van de praktijk. Ze heeft hiervoor gebruik gemaakt van bronanalyse, veel gesprekken gevoerd en inbreng gekregen van tal van deskundigen. Tot slot bevat het advies aanbevelingen om cultureel erfgoed van nationaal belang beter te kunnen waarborgen bij dreiging van een gewapend conflict. Dit doet ze met de boodschap: voeg de daad bij het woord. Prioriteer en actualiseer. Het advies richt zich op de uitvoering binnen het Koninkrijk en specifiek op Nederland. Het gaat niet in op Nederlands militair optreden in het buitenland. Het advies bevat naast de analyses ook 8
persoonlijke getuigenissen van uiteenlopende deskundigen uit het erfgoedveld en de veiligheidssector. Hun verhalen onderschrijven de bevindingen van de commissie. Het daadwerkelijk beheer en behoud van erfgoed ligt bij de beheerders en eigenaren, ook wanneer een ramp zich voordoet. Verwacht wordt dat zij voorzorgsmaatregelen treffen, zoals calamiteiten en evacuatieplannen en zorg dragen voor brandpreventie. Dit is in de praktijk echter niet vanzelfsprekend. Het ontbreekt vaak aan capaciteit, expertise en de middelen. Erfgoed is een factor van belang bij vrede en veiligheid. Desondanks is de rol onderbelicht. Onterecht, zo blijkt ook uit de recente antiracisme-protesten waarbij standbeelden worden vernield en beklad. Erfgoed kan doelwit zijn van maatschappelijke onvrede. Erfgoed is op regionaal niveau van vitaal belang. Tegelijkertijd worden veiligheidsregio's en hulpdiensten niet vanzelfsprekend voorzien van informatie over specifieke beschermde monumenten en collecties in hun eigen werkgebied. In Nederland blijken lang niet alle veiligheidsregio's actief de risico's voor de veiligheid van erfgoed in de analyses op te nemen. Het ontbreekt daardoor aan beleid, terwijl het handelen van hulpdiensten, zoals de brandweer, wel bepalend kan zijn om schade aan erfgoed te minimaliseren. Dat goede communicatie met hulpdiensten van doorslaggevend belang kan zijn, bleek bijvoorbeeld in Frankrijk bij de brand in de Notre-Dame. Ook erfgoedbeheerders hebben nog grote stappen te zetten. Uit de analyse blijkt dat de erfgoedbeheerders geen volledig beeld hebben van de risico's en dat de maatregelen niet volledig aansluiten op de daadwerkelijke, reële dreigingen. UNESCO vraagt alle landen, lid van het verdrag, om te bepalen welk erfgoed onder de werking van het verdrag valt. Kortom, welke monumenten en collecties ontzien of in veiligheid gebracht moeten worden tijdens een gewapend conflict of crisissituatie. UNESCO moedigt landen aan om dit erfgoed te voorzien van het herkenningsteken, het blauw-witte schildje. Nederland heeft ook een register. Het totaal aantal monumenten en collecties op deze lijst wordt geschat op zo'n 3000 monumenten en collecties. Of zij allemaal voorzien zijn van een blauw-wit schildje op de gevel, is niet bekend. Dit schildje is wereldwijd in het straatbeeld te vinden. En het is equivalent aan het bekende Rode Kruis of de Halve Maan. Het kan in oorlogstijd ingezet worden om erfgoed te beschermen. En in sommige landen, zoals Frankrijk, wordt het ook ingezet bij rampen. In Nederland is vanaf midden jaren 60 tot en met de jaren 80 gestart met het toekennen van blauw-witte schildjes. Het is alleen niet altijd helder waarom bepaalde erfgoederen een schildje hebben en andere juist niet. Ook blijken een aantal regio's zoals Flevoland minimaal en het Caraïbisch deel van het Koninkrijk zelfs helemaal niet te zijn vertegenwoordigd. Uit een eerste evaluatie van het register blijkt bovendien dat cruciale gebouwen en collecties niet op de lijst staan. Zoals werelderfgoederen van de Van Nellefabriek en het Rietveld Schreuderhuis, het depot van het Rijksmuseum in Lelystad en het Nationaal Archief in Den Haag. Het archief staat onder een oud adres ingeschreven, terwijl het al sinds de jaren 80 is verhuisd. Ook het Vredespaleis, voorzien van het Europese erfgoedlabel, staat niet in het register. De Nederlandse UNESCO-commissie constateert dat men over de gehele linie van medewerkers van gemeente, brandweer tot erfgoedbeheerders onbekend is met de betekenis van het blauw-witte monumentenschildje. Daarnaast ontbreekt het aan toezicht en blijken er soortgelijke en zelfs nepschildjes op gevels te hangen. Dat kan voor ruis zorgen
en in een crisissituatie heel ernstig zijn, terwijl accurate en volledige informatie dan juist cruciaal is. De Nederlandse UNESCO-commissie trekt op basis van de analyse 4 conclusies. De implementatie en coördinatie van het Haags verdrag en protocollen stokt, omdat de verantwoordelijke autoriteiten in Nederland er geen prioriteit aan geven. De verdragsimplementatie vraagt om actief overheidsbeleid en overheidstoezicht op de uitvoering. Daaraan ontbreekt het nu. Het ontbreekt ook aan praktische kennis om de afspraken in het verdrag adequaat naar de praktijk te kunnen vertalen. In het bijzonder de afspraken over beschermingsmaatregelen in vredestijd. Hierdoor is belangwekkend erfgoed onnodig kwetsbaar bij daadwerkelijke dreiging. En tenslotte, de bescherming van cultureel erfgoed bij gewapend conflict wordt in Nederland onterecht gezien als een ver van mijn bedshow. De geraadpleegde deskundigen geven aan dat er geen grootschalige ingrepen nodig zijn om verbeteringen te realiseren. Het gaat er vooral om bestaande structuren effectief te benutten, heldere afspraken te maken en te zorgen dat alle betrokkenen zich daar ook aan houden. De centrale boodschap van de Nederlandse UNESCO-commissie is: voeg de daad bij het woord, door te prioriteren en te actualiseren. Verder adviseert de commissie om bij alle aanbevelingen na te gaan hoe deze ook van toepassing kunnen zijn op het Caraïbisch deel van ons koninkrijk. De commissie doet daarom 5 aanbevelingen. Wees consequent. Bepaal of Nederland een passieve, dan wel actieve, verdragsstaat wil zijn. Wil ons land zijn geloofwaardigheid en reputatie als hoeder van het internationaal recht behouden, dan moet de regering het uitvoeren van regelgeving over bescherming van erfgoed in crisissituaties ook in eigen land prioriteit geven. Ontwikkel visie en beleid. Ontwikkel een visie op de bescherming van Nederlands cultureel erfgoed bij gewapend conflict en formuleer hiervoor meerjarig beleid, inclusief een heldere taakverdeling en toegewezen middelen en capaciteit, ingebed in reeds bestaande overheidsdiensten. Neem dreiging serieus. Analyseer de reële dreiging voor cultureel erfgoed in Nederland en kijk daarbij ook naar nieuwe ontwikkelingen in oorlogsvoering en actuele dreigingen zoals cybercrime, terroristische aanslagen en natuurrampen. Stel orde op zaken in het Nationale Register van Cultuurgoederen met een internationaal kenteken, oftewel het blauw-witte schildje. Bijvoorbeeld door het instellen van een commissie die de huidige toekenning van schildjes herijkt. Vanwege de herkenbaarheid van het schildje kan het beeldmerk veel effectiever worden ingezet dan nu gebeurt, bijvoorbeeld in crisissituaties. Zorg voor breed draagvlak en structurele samenwerking. Stuur aan op betere en coherente verankering van de bescherming van cultureel erfgoed in de regionale risicoprofielen en beleid over omgevingsveiligheid. Vergroot bij provincies, gemeentes en veiligheidsregio's de kennis over het verdrag en de afgesproken beschermingsmaatregelen. En stimuleer de ontwikkeling van lokale preventienetwerken en andere burgerinitiatieven om erfgoed bij een crisissituatie veilig te stellen. Ons advies is gericht aan alle betrokkenen, maar bovenal aan het verantwoordelijke ministerie, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. We zijn bijzonder vereerd en verheugd dat we het advies aan de directeur-generaal Cultuur en Media bij dit ministerie
mevrouw Barbara Wolfensberger als eerste mogen overhandigen. Mag ik u uitnodigen? Beste Kathleen, beste mensen. Ik ben heel erg blij dat de Nederlandse UNESCO-commissie zich zo stevig inzet voor de veiligheid van ons erfgoed. Nu weer met dit adviesrapport over de uitvoering van het UNESCO-Haags Verdrag voor de bescherming van erfgoed tijdens gewapend conflict in Nederland. Een bijzonder belangrijk en complex onderwerp waar veel partijen bij betrokken zijn. Ik wil met name Melanie Peters heel hartelijk danken. Als lid van de Nederlandse UNESCO-commissie en voorzitter van de adviesraad heeft zij dit advies opgesteld. Maar dat deed zij natuurlijk niet alleen. Daarom wil ik ook alle andere medewerkers en mensen bedanken die meewerkten aan dit advies. Nederland is rijk aan veel en bijzonder erfgoed. Zo'n kostbaar bezit, dat is van ons allemaal. En daar moeten we samen goed voor zorgen. Soms is dit erfgoed nog veel kwetsbaarder dan het lijkt. Denk bijvoorbeeld aan de aardbeving in Groningen of de gevolgen van klimaatverandering. Extreme droogte of juist wateroverlast kunnen onherstelbare schade veroorzaken. Of denk inderdaad aan de brand in de Notre-Dame in Parijs, die een jaar geleden bewees hoe snel een monument teloor kan gaan. Iets wat in eeuwen is opgebouwd, kan binnen enkele minuten in de as liggen. De ontzetting op de gezichten van de mensen die erbij stonden, we zagen het allemaal, tv, online, in social media en de krant, liet zien dat zo'n monument veel meer is dan een fraai gebouw. Het is een icoon, een symbool, iets wat ons verbindt, iets waar we allemaal trots op zijn. In ons beleid hebben we dan ook heel veel aandacht voor het erfgoed. Want dit erfgoed kan ons de verhalen vertellen over waar we vandaan komen, over onze geschiedenis, wie we zijn, wat onze achtergrond is. Dat zien we in het erfgoed dat onze omgeving bepaalt. Dit advies brengt ons terug bij de basis. Want dit advies gaat over de bescherming van ons erfgoed, het behoud van collecties, van archieven en van monumenten. Er zijn gelukkig heel veel mensen die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Vanuit hun werk als professional of in hun vrije tijd, inderdaad als vrijwilliger. Zij zijn samen de hoeders van ons erfgoed. En ik ben heel blij met hun betrokkenheid en hun enorme verantwoordelijkheidsgevoel. En het is trouwens, zoals Kathleen ook al zei, geen toeval dat we hier nu samen staan voor dit onderwerp. Nederland is al sinds 1899 de plek waar gesproken wordt over de bescherming van het cultureel erfgoed tijdens oorlog of gewapend conflict. Dat gebeurde in Den Haag tijdens internationale conferenties op Huis ten Bosch, op het Binnenhof, hier in het Vredespaleis en recenter in het Congrescentrum of World Forum. De band tussen Nederland en dit onderwerp is ook duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. Ieder blauw-wit schildje dat we zien geeft aan dat een bijzonder, uniek en waardevol erfgoed is. Dat we daarvoor moeten zorgen in goede en in slechte tijden, dat we er zuinig op moeten zijn en dat we het zo zorgvuldig moeten behandelen alsof het ons eigen kostbaarste persoonlijke bezit is. En dat is het in feite ook. Het is goed dat de Nationale UNESCO-commissie in vredestijd aandacht vraagt voor het erfgoed om het voor te bereiden op conflicten of terroristische aanslagen, maar ook op de gevolgen van klimaatverandering en rampen als overstroming of brand. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Erfgoed en het Nationaal Archief gaan dit advies zorgvuldig bestuderen. Samen gaan we kijken waar en hoe het Nederlands veiligheidsbeleid voor het erfgoed verbeterd kan worden. Daar zijn veel partijen bij betrokken. Uit het erfgoedveld, uit de veiligheidsregio's, gemeenten, provincies en de Rijksoverheid. Met elkaar willen we ons erfgoed voor de volgende generaties beschermen. Het ministerie werkt daarom op veel dossiers nauw samen met de Nederlandse UNESCO-commissie. Dat zullen we ook blijven doen als het gaat om de veiligheid of de bescherming van erfgoed. Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid en expertise van de commissie. Ik hoop natuurlijk dat ons erfgoed nooit getroffen wordt door wat voor conflict of ramp dan ook. Maar het geeft een goed gevoel dat er door u zoveel inspanningen zijn gedaan om het te beschermen en om schade te voorkomen en dat we daarin kunnen samenwerken. Ik dank u wel. Dank je wel, Kathleen. Heel hartelijk dank voor uw woorden, mevrouw Wolfensberger. Fantastisch. Zoals gezegd dragen we allemaal onze verantwoordelijkheid om erfgoed te beschermen. Zeker in het geval van een ramp, conflict of andersoortige dreiging. Dat vraagt om politiek en bestuurlijk draagvlak. En ik wil daarom mevrouw Lenny Geluk-Poortvliet
lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, woordvoerder cultuur en lid van de Vaste Kamercommissie OCW, ook graag een exemplaar van het advies geven. We hopen dat ook u als volksvertegenwoordiger aandacht wilt vragen voor de noodzaak orde op zaken te stellen. Wat mooi met de strikkerom. Rapport naar de strikkerom. Dank u wel. Alsjeblieft. Prachtig. Ja. Mevrouw de voorzitter, dank u wel dat ik hier mag zijn. Ik vind het heel fijn om dit rapport in ontvangst te mogen nemen, want ons erfgoed ligt ons na aan het hart. Het blauwe schildje, dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat staat overal op en dan denk je, oh ja, dat is iets wat je moet beschermen. Denk je er nog niet eens? Dan denk je, oh, dat is een heel belangrijk monument. Maar het Vredespaleis, toen in 1913 mijn oma leefde, toen zei ze in 1913 was het een rommeltje in de wereld. Dat zei ze altijd. Want in 1914 zou haar dochter geboren worden, mijn moeder dus. Dus ze praatte daar graag over wat er in die wereld toen mis was. En nou denk ik niet dat ze toen in Zeeland zich druk maakte over de eerste steen van het Vredespaleis. Dat geloof ik eigenlijk niet, maar je weet het niet. Wel ben ik later met schoolreisjes vanuit Zeeland hier geweest, dus ik wist wel wat het was. Maar even terugkomend op dat rommeltje in de wereld. Daar heb ik vaak aan moeten denken, afgelopen weken. Ik dacht, nou, mijn oma zei altijd, nooit meer oorlog. Nooit meer oorlog, dat is het ergste wat er is. En ze hadden dus twee meegemaakt. En dan had ze het over het gemeentehuis, het stadhuis in Middelburg, wat totaal vernield was. En zo kon je nog een aantal dingen, overal in alle gemeenten kon je zien dat daar dingen kapot gemaakt waren. En dan zei ze, dat nooit meer. En veel dingen werden ook weer in dezelfde stijl opgebouwd, want dat wilden we graag terug hebben. En wat ik nu steeds maar bij UNESCO Nederland denk, is, die stellen tenminste aan de orde dat het belangrijk is en wat je zou moeten beschermen. En dan is de vraag natuurlijk, doe je het dan ook? Want ik zie erfgoed als iets wat mijn oma dus toen al had en wat je te leen krijgt. En wat je door mag geven aan de volgende generatie. En dan moet je er gewoon goed op passen. Want op iets wat je leent, moet je heel goed passen. U kunt ervan overtuigd zijn dat erfgoed mij zeer na aan het hart ligt. En ik heb natuurlijk de inhoud van het rapport ook even mogen inzien. En het rapport helpt mij heel erg om te kijken waar we nu moeten beginnen. Want er zijn een aantal aanbevelingen en conclusies bij. Als je het begin van het rapport leest, dan denk je, waar moeten we beginnen? Maar u geeft ook heel duidelijk aan, begin nou even met te rubriceren, stel een commissie samen en bouw het dan zo op. En dat wil ik dan ook graag aan minister Van Engelshoven vragen, hoe ze dat gaat doen en hoe ze daarmee omdenkt te gaan. En ik denk dat we dan samen iets kunnen opbouwen waarvan u zegt, nou, het is nu eigenlijk een beetje een rommeltje. Maar we hopen daar met elkaar, en dank voor dit mooie rapport, uit te komen. Dank u wel. U ook heel hartelijk dank. Inderdaad, samen moeten we daar goed uit kunnen komen. Dit advies, zoals al bleek, is zonder meer een gezamenlijke inspanning. We zijn dankbaar voor alle inbreng vanuit het veld. Het zijn juist erfgoedbeheerders die in crisissituaties het erfgoed in de meest complexe omstandigheden proberen te beschermen. Dat we eigenaren en erfgoedbeheerders hierbij moeten ondersteunen, blijkt heel duidelijk uit de getuigenis van Karel Loef, directeur van erfgoedvereniging Heemschut. De formele tekst van het Haags verdrag kende ik tot voor kort niet. Wel wist ik dat het blauw-witte schildje staat voor behoud van cultureel erfgoed in tijden van oorlog en dreiging. Het verdrag schrijft voor dat lidstaten in vredestijd de culturele erfgoederen op hun grondgebied veiligstellen. De Nederlandse staat is in ons land eindverantwoordelijk. Natuurlijk ligt de uitvoering grotendeels bij de beheerders, maar Den Haag moet afspraken vastleggen en monitoren of die worden uitgevoerd en nageleefd. Ik vraag me af of erfgoedbeheerders voldoende capaciteit hebben om beschermingsmaatregelen te treffen. Er is, denk ik, nog een slag te maken.
Je zou mensen uit de maatschappij kunnen recruteren die onder leiding van de verantwoordelijken bij calamiteiten in actie komen. Zie het als een actuele vorm van burgerondersteuning, die ook voor het verbreden van draagvlak voor cultureel erfgoed interessant kan zijn. Misschien is het iets voor leden van de vrijwillige brandweer. Zij zijn vaak als eerste ter plekke. Bij rampen ging dat ook zo. Groepen burgers ontfermden zich over kunstschatten. Vandaag de dag is de bescherming van erfgoed losgezongen van de maatschappij. De noodzaak wordt niet meer zo gevoeld. Veiligheidsregio's hebben als eerste prioriteit mensen redden. De brandweer laat monumenten soms gecontroleerd uitbranden in plaats van actief verdere schade te voorkomen. Dat zijn zwarte perspectieven. De bescherming van erfgoed bij een gewapend conflict is formeel misschien verankerd in de wet, maar in de praktijk schieten beleid en capaciteit vaak tekort. Toegegeven, oorlog lijkt in ons land de ver van mijn bedshow. Toch vind ik het naïef om te denken dat het niet meer kan gebeuren. Er zal ooit weer een calamiteit komen, waarschijnlijk anders dan in de laatste wereldoorlogen, en die zal erfgoed zeker raken. De vraag is of we voldoende zijn voorbereid. Het antwoord is wat mij betreft nee. In de regionale veiligheidsplannen gaat het nauwelijks over cultureel erfgoed. Er wordt gesuggereerd dat gemeenten het moeten agenderen. Ik ben zelf gemeenteraadslid en weet dat het geen aandachtspunt is, terwijl ik liefhebber ben van erfgoed. De raad weet niet dat als zij er niks over zegt, erfgoed buiten de plannen van de veiligheidsregio blijft. Er is nog heel wat missiewerk te verrichten om het onder de aandacht te krijgen van hulp- en veiligheidsdiensten en het leger. Dat begint met de erkenning door het ministerie dat erfgoed een belangrijk onderwerp is. Hartelijk dank, Karel Loef. We dragen een collectieve verantwoordelijkheid om belangwekkende monumenten en collecties, zoals mevrouw Geluk ook zei, voor toekomstige generaties te beschermen. We hebben het te leen. Deze verantwoordelijkheid eindigt niet bij de Nederlandse grens, maar is universeel. En het is om die reden dat we zo blij zijn met de boodschap van meneer Lazare Elondou Assomo, Director of Culture and Emergencies van het UNESCO-secretariaat in Parijs. Your Excellency, ladies and gentlemen, I'm Lazare Elondou, the Director of Culture and Emergencies in charge of the 1954 Hague Convention and its two protocol. I just first want to congratulate the Dutch National Commission for preparing such a comprehensive report in the implementation of the 1954 Hague Convention and its two protocol. Unfortunately, as you can imagine, due to a language barrier, I was not able to read the report, but my colleague Eric Kleinsch was very kind to provide me with a detailed resume. In this regard, I would like to applaud this initiative of the National Commission to thoroughly analyze the state of the implementation of these treaties in the Netherlands and to provide for a set of recommendations. Indeed, regular evaluation of policies and even legislation is crucial to strengthen the protection of cultural heritage at a national level and to bring them up to today's standard. Crises like the one we are facing now are happening so unexpectedly. So the successful management of such crises by government is best served by anticipating them. Taking peacetime measures are part of our commitment and are part of the commitment of your country to safeguard and preserve cultural heritage. The Kingdom of the Netherlands has always been on the forefront of upholding international law, and the Hague Convention is one of its flagship. I wish that the advisory report by the Dutch National Commission will help keeping your country in pole position. This report can be also seen as a welcome addition to the periodic national report submitted to UNESCO every 4 years. Using this opportunity, I would like to inform you that the Secretariat would launch shortly a call for submission of national report
on the implementation of the 1954 Hague Convention and its protocol for the cycle 2017 and 2020. The Secretariat looks forward to receiving and disseminating the practices of the Netherlands in implementing these important treaties. To conclude, on behalf of UNESCO, I also express really my gratitude to the Minister of Education, Culture and Science for seconding an expert to the Secretariat on an exceptional 4-year long term. This contribution made a significant positive impact on our activities, especially on our work with the military. For it is civil-military coordination that brings cultural property protection in extreme circumstances to life. So, thank you, and I wish you every success in your future interviews. And I'm happy to meet you again, and I look forward to meet you physically. Thank you very much. Thank you so much, Lazare Elondou. En dan nu, naar al deze pratende mensen, is het woord aan u, dames en heren, die via de livestream dit volgen en nu vragen kunnen stellen. Ik zie dat er nogal wat vragen binnenkomen. Misschien willen jullie even hier komen staan op 1,5 meter afstand. En dan kunnen we wat van die vragen doornemen. We hebben maar 5 minuten, dus weinig tijd. Gaan jullie maar wat dichter bij de microfoon staan. Ik zie bijvoorbeeld de vraag: op welke manier is de bescherming van erfgoed in crisissituaties en in het bijzonder bij een gewapend conflict momenteel bij de overheid belegd? Ik denk dat dat een vraag is aan u, mevrouw Wolfensberg. Dat is voor mij best een technische vraag. Het is natuurlijk belegd bij alle verschillende overheden. Bij het ministerie van OCW is het beleid belegd. En misschien als ik daar een beetje op uit mag breiden, denk ik dat je wel kan zien dat de laatste jaren de aandacht heel erg is gegaan naar het verzorgen van het erfgoed. Elk onderzoek laat zien dat het erfgoed in Nederland er heel mooi bij staat. Naar het toegankelijk maken van het erfgoed, ook op vragen van de Tweede Kamer. Of het nu fysiek toegankelijkheid is of digitale toegankelijkheid. En daarom, wat ik ook al aangaf, is het ontzettend mooi dat u ook weer vraagt met de commissie naar de veiligheid van het erfgoed in andere situaties te kijken. Ja. Prachtig, dank u wel. Ik denk niet dat we in de korte tijd die we nog hebben alle vragen kunnen beantwoorden, maar we hebben ze goed ontvangen en zullen ons best doen om ze persoonlijk aan u te beantwoorden. Ik zie hier een vraag, de aanbevelingen gehoord hebbende. Wat zouden mogelijke vervolgstappen kunnen zijn? Misschien wilt u daar allereerst op reageren, mevrouw Geluk en dan mevrouw Wolfensberg. Mogelijke vervolgstappen naar aanleiding van de aanbevelingen. Vervolgstappen op de aanbevelingen zou ik eigenlijk, waar ik aan dacht is, we hebben zojuist een commissie Pechtold ook gehad. En die hebben een commissie ingesteld en die hebben gekeken om te inventariseren wat er nu eigenlijk tot erfgoed behoort en wat niet. Of wat alweer anders geworden is, want erfgoed is niet iets wat stilstaat. Nee. Er komt iets bij en soms gaat er iets af en soms wordt het weer anders. Dus in eerste stap lijkt mij om dat in beeld te brengen, wat er nu moet gebeuren en dan te rubriceren. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ja, ja, ja. Dat is inderdaad ook een van de duidelijke aanbevelingen. Ja. En dan zie ik hier ook een vraag en die is dan meer aan het ministerie van OCW. Dat betreft eigenlijk de vraag, wat is het instrumentarium dat het ministerie nu heeft om aandacht te vragen? En dus echt om aandacht te vragen voor het belang van de bescherming van cultureel erfgoed binnen de discussies en de veiligheid. Het ministerie maakt beleid hierop. Het belangrijkste instrument is eigenlijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die hebben ook een programma dat heet Veilig Erfgoed. Zij geven ook workshops en allerlei andere zaken, geven informatie, doen aan kennisoverdracht aan de verzorgers van het erfgoed, is beschikbaar voor provincies, gemeenten, et cetera. En ik denk dat dat ook wel aanhaakt bij de opmerking van de commissie, dat er is al wel heel erg veel, maar het echt implementeren, het activeren, is een belangrijk aandachtspunt. Ja, ja. Nu zie ik een hele interessante vraag binnenkomen, die ook eigenlijk denk ik aan u beiden gericht is. Ervaart u zelf ook
in uw werkzaamheden en uw eigen omgeving dat gewapend conflict veelal als een ver van mijn bedshow wordt gezien. Wilt u daar eerst op reageren? Nou, of gewapend conflict een ver van mijn bedshow is, de dreiging is tegenwoordig wereldwijd. Je weet nooit waar het zit. En daarom moet je denk ik ook preventief beschermen, wat natuurlijk ook het doel van jullie is, hè? Preventief beschermen, ja, in tijden dat er juist geen oorlog of dreiging is. Want stel je voor dat het er komt, dan weten we ook wat we moeten ontzien. Maar ik ervaar wel dat er een aantal mensen die toch eigenaar van erfgoed zijn, daar misschien soms niet zo goed op passen. En dat hoor ik dan weer van mensen die daar heel betrokken bij zijn. Er zijn heel veel vrijwilligers die zeggen, maar dit kan zo niet. En dan trekken ze bij de gemeente aan de bel en zeggen het dan tegen mij. En dan zeggen we het weer tegen het ministerie. Dus op zich is het heel goed dat dit nu eens even in kaart gebracht wordt. En ieders verantwoordelijkheid ook, ja, in kaart brengt. Want dat vind ik heel belangrijk, nu. Ja, dank u. Mevrouw Wolfensberger, herkent u het? Het gewapend conflict als iets wat... Ja, ik weet niet of ik het herken, maar de vraag was natuurlijk, ervaar je dat in je werk, ja, het gewapend, ja, conflict? En aan de ene kant, als je in de overheid werkt, ervaar je dat zeer, omdat we natuurlijk ook altijd met internationaal beleid bezig zijn. We herkennen denk ik ook de dreiging in Nederland van allerlei soorten conflicten, of het nu door de mens gemaakte of door de natuur gemaakte crisis zijn. En aan de andere kant merk ik dat ik zelf vooral ook vaak daardoor juist heel erg dankbaar ben dat wij in Nederland... daar toch ook een klein beetje ver van ons bedshow van mogen maken, omdat we in een ongelooflijk prettig en veilig land wonen op het ogenblik. Dat wil niet zeggen dat we ons niet moeten voorbereiden op andere tijden. Maar het is voor mij een beetje duaal daarin. Misschien is er nog tijd voor één vraag. Dat kan nog wel, hè? Ja. Kan dit herdenkingsteken actiever worden gebruikt, bijvoorbeeld in rampsituaties? We noemden zo even die brand in de Notre Dame, ja, maar heel dichtbij is natuurlijk Amstelveen, wat nog een groot gat is in die gemeenschap, daar hebben ze nog om. En in heel veel zaken blijkt dus ook bijvoorbeeld dat de brandveiligheid helemaal niet op orde is. Of de watervoorziening niet. En dat zijn ook allemaal dingen waar je op kunt passen, waar je gewoon zelf actief mee aan de gang kunt als gemeente, om te kijken van, is alles wel op orde? Want daar moet je eigenlijk beginnen. Ja, zeker. Alles, ja. Alle monumenten staan in een gemeente. Precies, ja. Wilt u daar nog het laatste woord over hebben? Ik ben het volledig eens met mevrouw Geluk. Ik ken de kerk in Amstelveen persoonlijk vrij goed. En dat blijft een ongelooflijk verdrietige plek om als je daar nu langskomt. We kennen natuurlijk ook voorbeelden in Groningen. Misschien aanvullend nog daarop is het, denk ik, maar dat is een persoonlijke mening en wij moeten ook het rapport nog bestuderen, dat het schildje, het blauw-witte schildje, inderdaad misschien wel te vaak wordt gezien als een rijkserfgoed, een embleem, maar wat niet per se te maken heeft met beveiliging en de grote waarde die een pand of een collectie of een archief heeft. En daar kunnen we wellicht in communicatie ook nog wel wat stappen in verder komen. Ik vind het zelf heel belangrijk dat het advies aangeeft dat we dat in een gezamenlijkheid moeten doen. En daar kijken we ook erg naar uit. Maar we gaan eerst het belangwekkend advies goed bestuderen samen. Dank u wel, hoor. Dank u wel. Nou, ik zou zeggen, neemt u nog even plaats voor de afsluitende woorden. En het is inderdaad een kwestie van dat wat er is actief maken. Het is niet alleen het schildje en that's it, maar dan. Dames en heren, we hebben nog heel veel met elkaar te bespreken. Er zijn vragen, er zijn antwoorden. Nogmaals, uw vragen proberen wij allemaal netjes te beantwoorden die nu niet aan de orde zijn gekomen. En wij zien deze lancering, en we hopen dat u dat ook doet, vooral als een startpunt. Het begin van een belangrijk proces waarin de huidige stand van zaken tegen het licht wordt gehouden, waarin we taken en verantwoordelijkheden duidelijk maken en waarin actief beleid wordt opgesteld. Het huidige register wordt geactualiseerd en tot slot het blauw-witte schildje doelmatiger kan worden ingezet. Wij kijken ernaar uit om volgend jaar samen met u
terug te blikken op de eerste stappen die dan gezet zullen zijn. Ik dank u heel hartelijk voor uw betrokkenheid en het kijken en ik hoop tot ziens.